Dus... Oh, sst. Binocula. De voorstelling gaat over een boerenfamilie die in Twente wonen. En het is een klein gemengd bedrijf. En het gaat over het verhaal van Hanna van Hendrik. En zij probeert die boerderij in leven te houden, laten we het zomaar zeggen. Dus je ziet het wel en wee van Hanna. Voor mij is het belangrijk om dit stuk te maken omdat ik in het Twents, omdat ik daar zelf ben geboren. Ik ben geboren in Notte, dat ligt tussen Rijsewier en Nijverdal. En wij spraken dialect. Dus dialect is mijn eerste taal. De Twentse taal is mijn moedertaal. Ik had een droom. Ik wilde ooit iets in het Twents doen. En toen op mijn 53ste verjaardag hield ik een speech. Daar was mijn vader ook aanwezig. En mijn vader verdween op een gegeven moment. En toen ik dat zag, dat die stoel leeg was, toen zei ik van... Hey Anna, hoe is papa nu bleon? En toen ben ik in het Twents duren gewonnen. En daarom dacht ik, ik ga een stuk in het Twents doen. En in het Nederlands hoor. Deze voorstelling is heel belangrijk voor iedereen in Nederland. Het is een eerbetoon aan onze ouders, aan onze grootouders. Het is een feest, de herkenning voor onze generatie. En het is een hart onder de riem voor de kinderen. Omdat het een verhaal is over gewone mensen en over liefde en overleven.